Goeiedag mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vroeg, je laat niet op mijn vermoeide gezicht. Maar mijn non en ik gaan op vakantie. Ja man, even lekker eruit. Ik hoop richting de zon. Vorige keer zei ik, we gaan richting de zon, was ik blij. Er was weinig zon te bekennen, dus ik ga niks zeggen. Mocht je benieuwd zijn waar we naartoe gaan, houd even in de gaten. En zoals altijd ga ik weer gewoon comfy die vliegtuig in. Trainingspak van Nike. Ik weet niet eens meer hoe het model heette, maar Mike zei het. Beetje googlen en dan vind je het. Shirt van Baller. Oh, mijn Nike Air Max. Ja toch, lekker. Tranquilo, tranquilo. En mijn nieuwe cap van 94. Volgens mij ben ik de eerste die hem heeft. Want vanaf overmorgen is hij te koop in de pop-up store. Maar wanneer jullie deze video zien, is pop-up store al geweest. Maar even de site in de gaten. 94.com. Dus check anders de beschrijving even. Ik heb trouwens nog meer dingen gehad. Ik ga het even snel laten zien. Koffer is ingepakt. Ja toch. En hier een paar items. Gruwelijk shirt. Die gaan sowieso mee. En deze twee ook. Lekkere zachte stof. Gewoon chill mode. Ja toch. Ik had nog één shirt gehad, maar die zit in de kast. Daar is geen tijd voor om te laten zien. Maar mocht je benieuwd zijn wat ze hebben, check even de site zoals ik net zei. En dan ga je zeker toffe dingen scoren. We zijn good to go. Nu is het alleen nog wachten op Manon. Maar nu we het toch over kleding hebben. Ik heb trouwens een kortingscode voor jullie. Kijk, Baller, 25% korting. Scheelt toch wat. Dus mocht je wat willen scoren, check de beschrijving. Daar staat de promotiecode. Gebruik hem vanaf 30 maart. Zeg ik het goed? 30, 31 maart. Gewoon proberen. En ik weet niet eens hoe lang het geldig is. Laat ik nog weten in de beschrijving. So go check it out. Als het nog klaar is, kunnen we gaan. We gaan redden met de bus, gaan we die kant op. En dan zometeen komt Manon en vader in onze huis. Tranquilo. Even wonen, want laat hij natuurlijk niet leeg staan. Het gaat hem niet worden. Ben je klaar? Ja. Kijk, man is er ook weer bij. Ja, oudje, comfy. Met je comfy nieuwe Balenciaga schoenen. Je bent er blij mee, hè? Ja. Gaan we naartoe naar? Niet zeggen. Oh, is nog een verrassing. Is nog een verrassing. Zeg wel, maar zeg Schiphol. Ik zie toch op Instagram dat je al daar bent. Oké, okay, vertel maar. Waar gaan we naartoe? Duchy Corso. Hoe? Nog een keer? Duchy Corso. Oké, okay, dat weet ik niet. Weet je meer dan ik. Zo. Ga lekker naar de zon. Blij, hè? Ziet er baba uit. Ik doe geen oogmake-up op, maar laat het gewoon zoals het is. Oké. Okay. We gaan lekker genieten, tranquilo in de zon met onze belletjes in het staan. Jij, ik in de schaduw. Ik hoef geen zon te hebben, alleen warmte moet ik hebben. En we hebben nog niet eens gegeten. Nee. Dus eerst als we aankomen Schiphol, gaan we even snel koffers afgeven. Gaan we eten. Ja, maar we zijn op tijd. We kunnen geen Antilliaanse tijden, Surinaamse tijden aankomen. Anders gaat die vliegtuig weg. En zijn wij hier nog in de kou. Dat is geen goed idee. Ik hier. Ga ik weg, is de zon. En we zijn inmiddels op Schiphol aangekomen. We zijn hier al een tijdje. Komen we aan, is er een uur vertraging. Antilliaanse tijden beginnen nu al. En we zijn nog niet eens daar. Moet je nagaan. Maar aan de kant, we kunnen gewoon rustig ons ding doen. We hebben goed gegeten. Dus hier kunnen we gerust de lucht in. Ik wil het doen. Ik moet nog wel even zeggen. Alles is mede mogelijk gemaakt. Of mede mogelijk gemaakt. Alles is mogelijk gemaakt door WeFly Cheap. Ze vroegen ons of we mee willen gaan. Of we mee willen gaan. Of we op reis willen gaan. Wauw, voelen wij hier ook. En we mochten eigen bestemming uitkiezen. Curaçao stond nog op onze list. Ze zeiden we willen naar Curaçao. Dat is allemaal geregeld door WeFly Cheap. Thanks, tof. Hotels ook geregeld, ik ben benieuwd. Zullen we zo meteen zien. En mochten jullie trouwens ook een reis willen winnen, niet naar Curaçao, maar naar Parijs, een weekendje lang, volg ze dan op YouTube, Instagram. Check de beschrijving wat je allemaal moet doen. En wie weet, win jij daar een reis van WeFly Cheap. En toch, dat is wel het minste wat ik voor jullie kan doen. Vandaag heb ik al een kortingscode gegeven. Nu kunnen jullie dit winnen. Ja man, het is pizza. Heb je er zin in? Ja. Ja hè? We samen weg. We can go. Was ik Griekenland. Manon was naar weet ik veel waar. Zwitserland. New York. Barça. En nu gaan we samen. Gezellig. Mind your step. Oh, mensen kijken nog steeds van, hey, wat gebeurt hier? Is dat een camera iets aan? Ja. Yeah.
C, Bombini Curaçao. Jetzt. We zijn aangekomen. Oké, man, we zijn al klaar voor. Even zin in, hè? Ja. Zeg even, wat gaan we doen? Wat is de planning? Eten, ja? Dan toeren naar het hotel. Ja, hè? Gewoon tranquille vandaag. Lekker auto. Auto hebben we opgehaald. Dit is een waggie die we hebben. Nissan Qashqai. Ja toch. Vierwiel drive. Je weet maar nooit waar we belanden. We moeten goed kunnen rijden toch. Koffers zijn gepakt. Achterin ook. Zo, let's go. Mooi liedje dit. Navigatie aan. Ga ik meedoen. Ja? Shazam. Lang leef Shazam. Ga je taal. Zeg broer, zeg. Bonacci. Ja, ga ik nu doen. Hey boy, moet je focus bij hier al. We moeten even gaan kijken voor een navi. Maar we gaan richting Wendy's. Chappen, brada, chappen. Wauw. Belichting is geel. Mono en ik waren even verdwaald. Rondje van de zaak gedaan. Maar uiteindelijk hebben we Wendy's gevonden. Zou je zien dat het dicht is? Nou. Je moet altijd positief blijven. Hey, alsjeblieft laat ze kip hebben hier. Of laat het open zijn. Maar ik moet eten toch? Wij moeten eten. We zullen het zien. We zijn er nu eenmaal. Positief blijven. Only positive vibes. Jette, ze hebben kip. Oh ja, zeker. Lekkere friet. Lemonade. Altijd lekker. En hier hebben ze wel die kip. Dark meat, brada. Dark meat. Geniet een beetje met me mee. Sneak preview. Kijk, lekker hè. En dit. Ik heb er niks van te zien. Eet smakelijk, schatje. Eet smakelijk. Lekker hè? Moe? Oké. En we zijn op onze hotelkamer aangekomen. Maar nu is de wifi alweer gevonden. Het is snel, heel snel. Het zijn eigenlijk een soort van appartementjes. Heel schattig. Want hier buiten is onze buitenzwembad. Hiernaast zijn alle andere kamers. Het is echt wel al heel huiselijk. Hoe is het, zeg het? Huiselijk. Het is een beetje. Het is een oud klooster en het is ook heel huiselijk en sfeervol, vind ik. Ja. Het is niet zo luxe van de luxe, maar wel gewoon prima bed. Het ligt lekker. Ja, toch? Ja. Precies. Dus ik ben blij. Ja, man. Nu gaan we even snel naar de supermarkt. Want we moeten drinken hebben, toch? Ze benauwd. Gelukkig staat de airco aan. Want anders ga ik dood. Ga ik dit doen. Kom. Snel naar de supermarkt? Ja. Let's go. Drinken halen. Wat kleine dingen. En we moeten iets tegen de mug hebben, man. Muggencrème ofzo. Ik zie alleen maar muggen hier. Laten we meteen even ons zwembad zien, hoffie hier al. En dan gaan we naar de supermarkt. Een rondje van de zaak. Manon loopt hier voorop, even laten zien. Hangmat. Onze zwembad. Ja toch, knus. Knussig. Vroeg wakker. Denk het wel ja. Sowieso met die jetlag. Tijdverschil. Ga ik sowieso vroeg wakker worden. Dan ga ik hier deze maar wat jij hebt. Ja? Oh, jij bepaalt. Ja. Zijn die hangmat, zeg ze, ik in deze hangmat, oké. Ik wil dus zwaaien naar elkaar. Het is inmiddels de volgende dag. Jawel, we zijn nog steeds op het hotel, of in het hotel. Maar Mlon is al gelukkig klaar. Dus we gaan zo even boodschappen halen, kleine dingetjes. Maar het regent. De temperaturen zijn lekker, maar minder dan het regen is. Kijk hier, deze beauty. Ben je klaar voor? Ah, krullenbol. De lens beslaat gewoon. Nu jij hier langs kon lopen. Het is heet. Ben je klaar voor? Let's go. Ja? Waar gaan we naartoe? Ik ga hier naar freestyle. Freestyle. Oké. Okay. Dus vandaag niet zwemmen. Misschien morgen of overmorgen. Enge radio hier al. Shockman. Gewoon hier in Cura. Hey boy! Even kijken waar we naartoe gaan. Gewoon freestyle. Wat is freestyle? Bon dia. Oh my god, jongens. We rijden nu op zo'n vet hoge brug. En eerlijk, het lijkt gewoon op een achtbaan als je naar beneden gaat. Stel, gewoon in een punt loopt die brug gewoon. Ik kan niet opzij kijken, anders... No man. Oh my god.
eng hoor. Pok is wel hier ook. Moet ik eerlijk toegeven, jammer. Ja toch? Goeie radio. Ik wil de buurt verkennen. Op een of andere manier zijn we altijd aan het eten, ook dit keer weer. We hadden dorst, kwam een Surinaam standje tegen. Zeg ik tegen mijn oom, we gaan direct even wat eten, want het is warm, benauwd. Of niet? Huh? Ja. Wat heb je besteld? Rotti-rotti. Ja? Lekker. En vandaag wordt het sowieso even zeker van de buurt even goed verkennen. We hebben de auto, dus we kunnen overal gaan, we kunnen moven. Manon heeft weer een lekkere ijsje gescoord, hè? Huh? Wat is het? Of ijs? Gewoon frissende drankje. Wat smaak? Ananas? En hierachter zien jullie de bekende brug, Pontjesbrug. En ondanks dat het niet echt zonnig is. Het is warmer. Ja, hè? Jongen, jongen. Nu pakken we de auto even. Gaan we even verder. Reis vervolgen, even checken. Buurt verkennen. Onderweg richting een grot of zoiets, wat zei je? De Hato Cave. Oké, oké. Is dat wat? Ja, het schijnt heel mooi te zijn. Het is vlak bij ons. Dus, ben benieuwd, ben benieuwd. Wat is er allemaal te zien? Grotten. Ja? En hele mooie grotten. Oké. Okay. Steen en koraal. Waar moeten we? Je hebt navigatie? We moeten links zo meteen. Oké, okay, oké. Okay. Maar even een stukje rechtdoor. Sowieso gaan we ook met dolfijnen zwemmen. Staat op de planning. Ja. Dat willen we nog al heel lang doen. Voor mij lijkt het ook heel tof. Dus even kijken welke dag het beste uitkomt. En we zijn nu aangekomen bij de Hato Caves, de Hato Grotten. Ja. En we zijn gewoon op tijd. Dat is gewoon toeval. We hebben nog 35 minuten. Dan gaan we met de gids, krijgen we een rondleiding. Nu kunnen we even zelf rondlopen met de kaart. Even de boel verkennen. Kijken. Ik zeg het trouwens best wel vaak, boel verkennen, maar dat is ook kijk, wat we doen, dat is ook wat we doen toch. Genieten. Zonnetje is doorgekomen. En ik zeg eerlijk, het is heet. Aan die kant op lopen. Geen fruit plukken, schiftig staat er. Cactus wel. Die fruit ook. Kijk daar, leguana. Oh, wat een fruit. Hé, hey, dikzak. Waar ik brood hij knikt had. Ook nog. Hé, hey, schat. Hé, hey, schatje. En daar kleintje, die is blauw. Ja? Kijk. Hallo, knapheid. Gaat hij bijten, hap. Nee. Je hand eraf. Nee. Huh? Jurassic Park. Jurassic Park, brada. Je maakt grap. Kijk uit boven, voordat de slang naar beneden komt. Kijk, we hebben een lijst meegekregen. En kan je allemaal verschillende soorten bomen en vruchten zien. Kijk, dit is nummer 3. Dat is de fossiele kalkklip met groeibanden. Ah. Leren we ook weer iets, hè? Niet alleen maar shoppen. Niet alleen maar shoppen en fashion, hè? Ook educatie. Educatief zijn we. Hey. Nummer 4. De bijenkolonie. Hey, die wil je niet achter je aan hebben. Maar waar? Ik zie het niet. Ik wil ze ook niet tegenkomen. What do we have more? Mm-hmm. Ja, 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 ja. Alsof je zo zou reageren. We zitten nu alweer een tijdje in de grot. Dit is eigenlijk het enige gedeelte waar gefilmd mag worden, foto's gemaakt worden. Dus even een vlogmomentje. Ja, is wel tof, hè? Het is wel anders dan die grot in Mexico die we hadden gezien. Maar deze is ook tof. Ja. Of niet? Alleen kan je hier niet zwemmen. Dat is het enige. Enige deel waar ze denken dat de belasting naar beneden is. Kijk, als we goed kijken, was geen pilaar hier binnen. Hey boy, Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong. Midari bariba Donkey Kong. Papu papu, papu papu, Donkey Kong. Se, 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 brother, se. Kibasi, kibasi. Lijkt alsof we in Nederland zijn. Ja. Kijk hier. Totaal geen vakantiegevoel nu gewoon. Huh? Jongen, jongen. En het is inmiddels alweer de volgende dag. Ik was de vlog vergeten af te sluiten. We waren moe. We hadden niet echt veel meer gedaan. Want we moesten natuurlijk nog acclimatiseren. Wennen aan het tijdsverschil. Jetlag. Dus jetlag, inderdaad. Dus we dachten,
ga even wennen aan het tijdverschil. En dan kunnen we de andere dag kunnen we gewoon langer volhouden. Dus zodoende. Daarom ga ik wel de vlog afsluiten. Vandaag gaan we natuurlijk weer leuke dingen doen. Maar mocht je benieuwd zijn wat we allemaal gaan doen, check dan mijn volgende vlog. Tjoe. Ciao, ciao. Nee? Oh.